De Surinaamse bank was vanmorgen voor een uur gesloten. De reden daartoe was een actie van de DSB-werknemersorganisatie, DSBWO. De aanleiding van deze korte staking betreft een arbeidsgeschil. De CAO-onderhandelingen die reeds enige tijd gaande zijn, zijn deels afgerond. Robbie Berenstein, voorzitter van de DSBWO, zegt dat er besloten is niet in details te gaan in de media. Hij wil wel de oorzaak van de plotselinge sluiting van de bank aangeven. Er is een commitment. En een van die commitments is dus dat er persstilte is. Maar ik meende dus toch dit te zeggen. Omdat er, zeker naar het publiek toe, ja, waar er een heleboel onduidelijkheid is geweest over die gesloten deuren vanochtend. Ja, we hadden, om eerlijk te zijn, verwacht dat nadat we de actie hadden aangekondigd en de directie hadden aangezegd dat er een actie zou komen, hadden verwacht dat er een korte verklaring zou komen van die kant. Dat is niet gebeurd. Vandaar dus dat ik dus toch van uw medium gebruik maak om op zijn minst de oorzaak aan te geven van die gesloten deuren vanochtend. De actie is inmiddels opgeschort en de werkzaamheden dus worden normaal voortgezet totdat er een oplossing is en we dus het verslag gaan geven aan de leden daarover. De actie van vanmorgen was tijdens een dinsdag gehouden ALV gepland. De directie van de bank is woensdagmorgen daarover ingelicht. Berenstein zegt dat de verwachting was dat de directie haar klanten hiervan op de hoogte zou stellen, hetgeen niet is gebeurd. De vakbond is gisteravond opgeroepen door de bemiddelingsraad, die van zowel haar als de directie toestemming heeft gekregen om in deze kwestie te bemiddelen. De bond heeft tegenover de bemiddelingsraad een commitment gemaakt om niet verder uit te weiden over de onderhandelingen. Totdat er een oplossing is gekomen. Ja. Dus daarom ga ik niet ingaan op het inhoudelijke, want het gaat om een arbeidsgeschil. Hè. Ja, het enige dat ik daarover weet is dat het gaat dus dat om CAO-onderhandelingen. En we zijn dus niet helemaal uit het primaire gedeelte. Dat gaat over dus lonen. Ja, daar zijn we dus hier niet helemaal uit en dat dient bij de bemiddelingsraad. De onderhandelingen tussen de DSB-werknemersorganisatie en de directie worden vanavond voortgezet bij de bemiddelingsraad.